Well, my dear friends, it seems like some people don't want my collaboration, or at least this is my impression, and I have to take this on my hands. So yeah, everything what you see now, it's made only for my YouTube channel and for nothing more. If you like my episode, if you want to support me and my work, you can always make a small donation in the account below. So let's go for the next one. The next one, it's I have it here, the brewery Bowens. It has an open door day. We go there to see. Let's go, friends. I'm not there yet, but it seems we have a lot of movement for the brewery, and yeah, it's a local beer from what I know. From what I remember, we meet this brewery before and other events happening in Diest. And yeah, live music. I see here, you see it? There'll be some live music and other things. So let's go to see. Inside of the brewery, we have here one of the representative person of the brewery. He will tell us today about this open door event. Yeah. So, please, yeah. Tell us everything. Ja, we hebben vandaag een open deurdag georganiseerd in de brouwerij Bubens. Brouwerij Bubens was oorspronkelijk een wildbedrijf, maar omdat het wildseizoen maar 3 maanden per jaar is, hebben we nog 9 maanden om andere activiteiten te doen. Een lichte witlander. En daarom is anderhalf jaar geleden ongeveer, is Frank Bubens en ik samen, hebben we onder de naam Brouwerij Bubens de commerciële brouwerij opgezet. Anderhalf jaar geleden, ja, ongeveer. En vandaag dachten we gaan de mensen eens laten kennismaken. Ook omdat we een tijd geleden in Londen een bronzen en een gouden medaille hebben behaald met 2 van onze bieren. Alhoewel dat we nog maar zo kort bezig zijn, hebben we daar toch wel succes mee. En dat wouden we vandaag ook een beetje vieren samen. We know about the gold medal from the last time when we meet. Okay. So it's okay. It seems to be a very huge success today with the open door. Yes. It's a lot of people. Feel I think old. They come not only from this, they come from overal. Around. Yeah. Okay. Yeah. That's a good, it's a good success. Ja, ja, ja. We wisten natuurlijk niet hoeveel mensen er gingen komen, maar we hadden een beetje via Facebook en flyers reclame gemaakt. En we zien dat we ondertussen toch wel al heel wat volk mensen bereiken. Ook omdat het ondertussen toch wel in verschillende cafés en een aantal drankhandels te krijgen is. En dat de bedoeling is van dat nog meer te doen. En nog meer cafés en nog meer drankhandels. En misschien zelfs export. Ja, oké, dat is goed, hè? Ja, export. It's a good thing to try to have the export also. Ja, ja, ja. Especially to heaven. Yeah, yeah, exactly. Okay. Thank you for your time. I think that was enough for the people. If you want to know more, you have to come here to see, to visit, and to taste this awesome beer. I tasted before. I will have. I think I have. Yeah. Yeah, okay. Two more drinks today. Yeah, let's go to drink something. Okay. Thank you. Thank you for being. Yeah.
Okay. I have here another important person, which is I think it's the boss of the company. One of the bosses. One of the bosses. And he will tell us more about not only the brewery, he will tell us about all the business. So let's hear it. Buvens is niet meer alleen als een brouwerij, maar Buvens bestaat eigenlijk al 58 jaar. En we zijn begonnen met wild, met mijn schoonvader. En we zijn dus uitgegroeid tot een familiebedrijf, waar we eigenlijk het bedrijf opdelen in drie grote delen. Dus het grootste deel is het gevogelte deel, waar we gespecialiseerd zijn in het maken van worsten, hamburgers en dergelijke. Allemaal van gevogelte of op basis van gevogelte. En dan hebben we nog twee andere afdelingen, dus de afdeling van het groot wild, omdat we ook wildhandelaars zijn. En dan heb je de brouwerij. De brouwerij is eigenlijk gekomen omdat we aan het zoeken waren achter een oplossing. Gezien dat het wildseizoen gedurende 3 maanden maar is en we eigenlijk 9 maanden een gebouw hebben dat stilstaat. En dan hebben we uitgezocht gehad achter een oplossing hoe of op welke manier we dat konden invullen. En mijn schoonbroer Frankie die heeft dan op een gegeven moment dan toch het doorgegeven en zeggen: kijk, we gaan de brouwerij erbij nemen binnen het bedrijf. En ja, met het succes dat we nu hebben na 2 jaar reeds. Dus ik denk wel dat we dat mogen verder doen. Well, that was all from the brewery from today. I think it was and it is still playing. Yeah, it's a huge success for them. I wish them luck and I hope to see them with the next event. Also interesting and making a lot of entertainment for people. And maybe more medals for the beer. And yeah, good luck. See you to the next one. Till then, give a like, give a share, and subscribe for this. Bye.